Goedendag allemaal. Ja, zoals jullie zien, zit ik in een andere setting. Uh, dit is uh, de studie die ik uh, nog een keertje ga geven, omdat gisteren op de conferentie, um, gistermiddag, is de opname helaas uh, niet gelukt, is fout gegaan. En ja, dan is het toch jammer uh, dat deze studie er niet op staat als derde van de hele dag. Dus ik ga het daarom op deze manier nog eventjes op mijn kantoor. Uh, overnieuw doen, zodat degenen die uh, de conferentie. Uh, die daar niet aanwezig waren. Uh, toch ook de die, die laatste studie die uh, daarbij hoort. ook uh, kunnen uh, beluisteren of bekijken in ieder geval. Um, ik ga naar 2 Timotheus 2. En als jullie met me meegaan, daar zegt Paulus. Gij dan. Mijn zoon, in vers 1, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Nou, het onderwerp is wordt gesterkt in de waarheid van Gods genade. Dat, is, uh, dat was het onderwerp van uh, broeder Arjan bij de eerste studie. En daar heeft hij het een en ander over verteld. En de tweede studie is door Halle Jongeris gegeven. Snijdt het woord de waarheid recht in vers 15. En waarom dan? En ik heb dan de laatste versen van dit uh, hoofdstuk van 2 Timootjes. Daar kom ik zo meteen uiteraard op uit. Maar ik wil even beginnen met de indeling van het hoofdstuk. Want we hebben dit, uh, uh, dit hoofdstuk uitgekozen. En dat hebben we eigenlijk in feite in, in drie uh, gedeeltes uh, gesplitst. En dat begint eigenlijk in vers 1 van hoofdstuk 2. Gij dan, ja, mijn zoon, wordt versterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dan, waarom? Dat woordje verwijst naar wat hij daarvoor geschreven heeft. En dan vooral naar vers 15 van hoofdstuk 1. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Onder welke figeles en hermogenes. Dus iedereen in Azië heeft zich van Paulus afgewend. En Azië is een groot gedeelte in Turkije. Daar ligt Efeze onder andere in, waar Timotius nu zit. In die gemeente en andere gemeenten. Maar iedereen heeft zich van Paulus afgewend. En dat betekent niet van Paulus als persoon. Ik vind hem geen leuke man of niet aardig. Uh, ik mag hem niet, of om andere redenen. Uh, ze hebben zich van Paulus afgewend in verband met de gezonde leer die hij verkondigde, die de Jezus aan hem verkondigd heeft. Wat, wat tot die tijd altijd verborgen is geweest. En hij heeft daar dus in Azië, in Efeze. Uh, vanuit de feest heeft een heel aardig het gehoord, We kun je in handelingen 19 lezen, en nu zie je dat uh, een heleboel hebben dat dus ook erkend en aanvaard, maar nu zie je dat, dat het helemaal wegbrokkelt en dat ze zich allemaal van hem afwenden dus wat hij geleerd heeft en daarom zegt hij tegen Timotheus in hoofdstuk 2 vers 1, gij dan om die reden wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, die kan aan jou verkondigd heb die genade, niet onder de wet wat Waar de gelaten bijvoorbeeld naartoe afgeweken waren. En dat is dus naar de Evangelie toe. En dan zegt hij: hetgeen gij van mij ge gehoord hebt, van mij, dus duidelijk nog een keer. Ze hebben wel zich van mij afgewend. Maar wat je van mij gehoord hebt, daar moet je bij blijven. En dan betrouw dat, hè, wat je van mij gehoord hebt, aan getrouwe mensen. welke bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. Dus hier zie je vier generaties. Generaties. Dat is voor de continuïteit van het genade-evangelie. Wat Paulus verkondigd heeft. Je hebt het van mij gehoord, dat is twee. Betrouw toe aan anderen, dat is drie. En dan die ook weer getrouwd zijn om het hier aan anderen te leren. Daar heb je het over vier generaties. Omdat de rest wendt zich af. We moeten dus nu gaan opletten dat we deze waarheid wel behouden. En dat die zo meteen nergens meer verkondigd wordt. Dus dat doet hij. Hoofdstuk 2, vers 1, en dat is een beetje tot en met 13. Dan zien wij: dan beschrijft hij allerlei dingen. Je bent een atleet, en je bent een soldaat, en je bent een landman. En je moet, kijk ook in vers 5, als iemand strijdt, die wordt niet gekroond als hij niet wettelijk heeft gestreden. Dus je moet je wel aan de spelregels van het spel houden, anders word je gedisqualificeerd. En dat geldt ook. Je moet je wel bij de spelregels van de bedenende genade... die Paulus heeft opgeschreven. Daar moet je bij blijven. Anders dan word je niet gekroond later. Hè? Dan word je, krijg je geen loon. Dus blijf bij hetgeen wat ik jou geleerd heb. In tegenstelling tot iedereen die in aanzicht afwint. Nou, en dan, uh, dan zie je ook vers 7. Merk hetgeen ik zeg, zie je. Dus niet wat, wat anderen zeggen. Wat de tafel posten leggen. Wat ik zeg. En dan geeft de Heer jouw verstand in alle dingen. Niet als je van mij afwint. Nou, en dan... En dan zie je in hoofdstuk 2 vers 14, en dan uh, brengt deze in gedag, dingen in gedachtenis, maar dan in vers 15, benaastig u om uzelf een grote beproef voor te stellen, een arbeider die niet beschouwd wordt, die het woord en waarheid rechts snijdt. Nou, dan, als je doorgaat tot vers 22, dan zie je, dan schrijft hij dat op, het woord en waarheid moet je rechts snijden, er zijn namelijk mensen die dus iets anders verkondigen, dat zie je ook uh, in vers 16, ongelooflijk ijdel roepen, dus het zal toenemen. Uh, vers 17 zal voorteten als de kanker. En vers 18, die van de waarheid zijn afgeweken. Dat de opstanding geschied is, dat, dat zijn, dat zijn, um, zijn leerstellingen, die kloppen absoluut niet. Die wijken af van Paulus. Dat zijn degenen die zijn afgewend van Paulus. En de enige manier om ze te weerleggen, hè, of, of om het ook te voorkomen, maar ook te weerleggen is door het woord en waard recht te snijden. Dus je hebt de hele Bijbel hier, maar let op, je moet het wel verdelen... wat is voor ons en wat is niet voor ons. En dan moet je bij Paulus blijven. En dat bedoelt hij. Want voordat Paulus kwam, ja, had je, hoefde je dat niet op te schrijven... want er was maar één evangelie. Ja? Het evangelie van het Koninkrijk. Maar Gods plan is aan Paulus geopenbaard, verder geopenbaard. En nu heb je opeens twee evangelies. Ja, dan moet je wel het woord waterrecht snijden. Juist de juiste manier verdelen. Wat is dan... Waar zit ik dan? Pas ik dan in? Nou, dat is bij de apostel Paulus in de bedenende genade. Dus tot en met vers 22... dan zie je dat om die... die van Paulus zijn afgewend... ik noem ze even de afwenders... om die eh, te weerleggen... en om eventueel ook natuurlijk te, eh, te voorkomen. Dan moet je het woord waterrecht snijden... anders gaan ze zich afwenden. Of dan... dan ja, dan, dan wend je af van Paulus. En nou, dan kom je vers 23 tot en met 26... En dat is weer opgeschreven om degene die dus zich van Paulus hebben afgewend, de afwenders, om die weer terug te brengen uit de strik van Satan. Want als je, je hebt laten afwenden of je bent afgewend van Paulus, dan zit je in de strik van de duivel. Dan heeft hij je precies waar hij hebben wil, namelijk bij Paulus vandaan. Of de hele Bijbel gewoon, dat is zo'n één boek. Het is één boek, bestaat uit 66 boeken. Maar dat, dat, dat is gewoon allemaal voor ons. Of de Evangelie zijn voor ons. Of je, en met Paulus samen. Nee, Dat is exclusief de Apostel Paulus. Nou, vers 23. Maar uh, verwerp de vragen die dwaars en zonder leerling zijn. Uh, weet je dat ze twisting voorbrengen. En de dienstrecht moet niet twisten met de tegenstanders die tegenstaan. Vriendelijk zijn jegens allemaal. Bekwaam om te leren. Die de kwade kan verdragen. Dus. Hoe doe je dat, hè? Dat, dat, dat weer leggen. Um, en om iemand weer terug te brengen? Nou, met zachtmoedigheid onderwijzen de degenen die tegenstaan. Of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis van de waarheid. Zie je het? En wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels. onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Zie je dus dan. Zo kom je dus uit die strik. Dus als je weer terugkomt naar Paulus. dus tot bekering komt. tot, tot erkentenis van de waarheid. Dan ben je weer terug bij de apostel Paulus. En dan ben je ook uit de strik bevrijd. Dus het is wel zo, als je eenmaal in die strik zit, of je zit er misschien al in, Dan kan. Je kan er altijd weer uitkomen. Door bekering tot erkentenis van de waarheid. Die Paulus heeft verkondigd. Nou, dan denk je, ja, hoe, hoe, kom, je nou, hoe kom je daar nou in? Je weet dat het de waarheid. is... En dat je er dan toch in die strik verzelt. Nou, het is natuurlijk een, een, een proces wat zich in ons denken afspeelt. Romeinen 12, vers 2. Zegt hij, Romeinen 12 vers 2, um, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij ge mogen beproeven welke de goede en welbare en de volmaakte wil van God is. Dus het is een proces wat in ons denken plaatsvindt. En hij zegt het is wereldgelijkvormig, dan moet je niet worden, dat moet je niet zijn. Je moet vernieuwd worden uit dat wereldse denken. Um, dus dat is een denkproces. En als je denkt, wereldgelijkvorm wordt dat niet, dat is het systeem van, van deze planeet, zeg maar. Die is in Satans handen. Paulus heeft het over um, dat hij ons zal trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. De wereld is boos in Satans macht. Hij spreekt in Efeze 2 dat wij, wij hebben gewandeld naar de eeuw deze wereld... Wereld wordt je wereld, naar de uh, overste van de macht der lucht. Dus het is een overeenstemming van de macht en de lucht, dat, dat deze wereld in, in, uh, loopt in, onder zijn invloedssfeer. Ja? Zo hebben wij, voordat wij geloofden, allemaal gewandeld. Dus in die boze wereld, die onder Satans heerschappij is. Hè? Hij is de overste van de macht der lucht. Van deze boze wereld. De wereld ligt in de boze. De boze is negatief. Dat is satanisch. En de heer Jezus zegt ook al in Johannes 12, 31, nu is het oordeel deze wereld. En nu zal de oosten van deze wereld naar buiten geworpen worden. Hij noemt Satan de oosten van de wereld. Dus hij is de oosten van de, van de hele wereld. Je kan zeggen van het hele universum of de aardbol, maar hij is ook van de lucht. Dus het hele universum is hij de oosten van. En da dat is boos. Hij is, hij is de machthebber nu. En dan denk je, hoe kan dat nou? Want in Colosseus spreekt hij tot hij heeft de overheden en de machten uitgetogen. En door dat kruis over hen getriomfeerd. Dan is hij toch verslagen. Tuurlijk is hij aan het kruis verslagen. Maar we weten, dat is gebeurd. Maar hij is nog steeds springlevend. Als je de Bijbel doorbladert, kan je helemaal door naar Openbaring 20 vers 10 gaan, en dan zie je: er komt een vuur uit de hemel. Dat is na het jaar koninkrijk, en dan wordt hij definitief vernietigd en in de poel des vuurs komt hij dan. En dan is hij fysiek werkelijk vernietigd. Dan is hij ook van deze dat, de, de aardbol af. Dan is hij, is hij werkelijk over. Is hij weg? Maar tot die tijd is hij dus nog springlevend. Maar, uh, de, 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 maar aan het kruis is de overwinning behaald. En daarom moeten wij ook in die overwinning gaan staan. Ja? Maar oké, okay. dus met andere woorden uh, dat wij uh, dat wij dus. Dus uh, dat, dat, dat ik net zei, het, het gebeurt in je denken. Je denken wordt beïnvloed met alles wat je ziet, wat je hoort, wat je leest, wat je ziet op tv, op sociale media, wat mensen zeggen. Ja. Die worden door die oog van deze martelut geregeerd, want daar is nog steeds. En, en die is een tegenstander van de waarheid natuurlijk. Dus ons denken staat ook bloot daaraan. Ja. Wij leven nog wel in deze wereld. Hoewel ik niet van deze wereld ben. Maar ik kan toch als gelovige. Helemaal overgenomen worden in deze wereld. En dus ik moet wat dat betreft. Mijn denken goed beschermen. 2 Korinther 11. Hoe doe je dat? Nou kijk. Daar kom ik zo op. Maar kijk nog even hoe dat gaat. 2 Korinther 11. Dan zie je dat. Uh, vers 3. Zegt tegen de Corintiërs. Doch ik vrees dat enigszins gelijk de slang. En dat Satan. Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. Om alzo, alzo uw zinnen bedorven worden. Net zoals bij Eva werden haar zinnen bedorven. Haar denken. Ze werd aan twijfel gebracht. Is het niet zo dat God gezegd heeft? En dan ging ze denken. Dan gaan ze. Is, is dat nou wel zo? Hebt u dat al gezegd? Ja. En dan brengt hij twijfel in. En dat is het begin van je zinnen bederven. Hij, dus, hij, hij brengt mensen aan het twijfelen aan het woord van God. En dan om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En hij zegt het tegen de Korintiërs, En Korintiërs zijn, zijn geestelijke kinderen. Die heeft hij het Evangelie van Gods Genade verkondigd. En nu zie je, er is van alles aan de hand. Zij zijn vleeselijk. En ze laten zich helemaal hun zinnen bederven. door de arglistigheid van Satan. Net zoals hij dat bij Eva ook gedaan heeft. En daar waarschuwt hij voor. Want kijk, versier: daarom doet hij dat. Want indien iemand die komt een andere Jezus predikte. Dus iemand die met een andere Jezus predikt, dat wil zeggen, het is wel dezelfde Heer Jezus, maar dan spreekt hij de Heer Jezus uit de Evangelie. Terwijl Paulus zegt in 2 Corinthië juist, wij kennen van nu aan, uh, 2 Corinthië 5 zegt hij, wij kennen uh, van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nogthans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Met andere woorden, wij gaan niet meer Christus volgen die in de Evangelie daar in het vlees rondriep. En dat is die andere Jezus. En daar probeert hij de genadegelovigen naartoe te krijgen. Want Paulus leert juist: wij kennen hem niet uit het vlees. En indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie. Is er nog een ander evangelie? Ja, dat is het. Het evangelie van het koninkrijk. Dat gij niet hebt aangenomen. Nee, de Corinthiërs hadden het genade-evangelie van Paulus aangenomen. En dan betekent dat een evangelie, dan ben je gezet in de hemel. En dan ben je een hemels, hemelsburger. Mijn plek is in de hemel. En niet hier op aarde in de toekomst. Terwijl de Heer Jezus spreekt over een koninkrijk op aarde. En dat is dat andere Evangelie. Dus ja, dan denk je, wacht even. En zo zie je hoe hij dat dus doet. Hè? Dus je moet dus je denken, je zinnen bewaren. Want daar zie je. Daar, daar is het aan de gang, daar zit die oorlog, zeg maar. En dan ga je dus je denken, je gemoed, ja, dat moet je dus bewaken. Zodat je niet gaat afwenden, of hier staat, gaat afwijken van de eenvoudigheid van Christus. Nou, dat zie je in vers 4. Nou, en als je denkt, oké. Okay. Maar Paulus zegt, kijk in vers 10. De waarheid van Christus is in mij, in deze bedenende genade, is. In mij. De waarheid van Christus in de bedeling der genade. Corinthiërs, en dat is tot en met de dag van vandaag, want het lichaam van Christus is nog steeds hier. Is in mij. Dus in de bedeling der genade moet je over de waarheid over Christus, van Christus bij Paulus zijn. En niet daarvan afwijken. En dat probeert Satan te doen. Door je zinnen te bederven. En aan andere Evangelie, aan andere Jezus te brengen. Waardoor je ook een andere geest krijgt. Ja? Dan ga je anders denken. En, en daarom zegt Paulus dus ook heel duidelijk eh, in onze tekst voor deze conferentie van 2, eh, 2 Timotheus 2: Ja, er wordt dan die reden gesterkt door de genade die in Christus Jezus is. En snijd het woord de waar het recht. En kijk uit dat je niet in de strik komt. Dat is de reden waarom hij dat opschrijft. Maar kijk me mee in 2 Timotheus 27... Weet je, we leven in een zondige wereld en we hebben allemaal natuurlijk nog steeds die, die zondige natuur, de oude mens, die is al medegekruisigd. Ja? Ge geestelijk is die medegekruisigd, maar ook die is nog springlevend. En dan zijn wij, kunnen wij dus in het, in het huis van God, ja? kunnen wij een, een, een bruikbaar vat instrument zijn en een onbruikbaar vat, ter eer of ter orneren. En als je van Paulus afwijkt. Dat ben je ter onere. 2 vers 20. Nog in een groot huis. En uh, hij spreekt hier vooral ook in verband met de plaatselijke gemeente. zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, de instrumenten, dat zijn de mensen. Maar ook houten en aardevaten En sommige ter ere en sommige ter onere. Ziet? Indien dan iemand zich daarvan reinigt, die zal zijn vat er eren. Dus er zijn er die zeggen: de opstanding is verschiet. In vers 18. Nou, en Paul zegt, nee, je moet recht snijden, want ze zeggen dingen die zijn niet in overeenstemming met de leer en de bedeling waarin wij leven. Nou, als je, als je, daar moet je van af van reinigen, daar moet je afstand van nemen. En dan ben je een vat ter ere voor God. Geheiligd en bekwaam tot gebruik, des Heer, tot alle goed werk toebereid. Aflieten, de begeerlijkheden, de jonkheid. En jaag naar rechtvaardigheid geloof, liefde en vrede met degene die de heren aanroepen uit een Rijnord. De heren die aanroepen uit een Rijnord, dat zijn degenen die zich niet hebben afgewend van Apostel Paulus. Die zijn niet afgeweken, dat zijn geen afwenders. Dat zijn blijvers, volgers van Apostel Paulus. Uh, maar ja, goed, kijk, dat is nou helemaal zo, dat gebeurt. En uh, we leven onder het systeem... Van Satan, of het hele systeem is in, is, is in zijn handen. Dat hele denken is boos. En daarom, wij ook allemaal hebben nog die zondige natuur. En die correspondeert met de, de wereld eigenlijk. Hè. En daar, zegt Paulus, wordt niet gelijkvormd. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van je gemoed. Van Satan wil je dan. Die wil je niet laten vernieuwen. Door Paulus' brieven. Die, die wil gewoon dat je naar de wet gaat. En dan word je niet vernieuwd hoor. Dan wordt je oude mens alleen maar sterker en sterker in plaats van de nieuwe mens. En kijk in de handelingen 20 vers 28 zegt Paulus. En zo gaat dat in die gemeente. Zo heb dan acht op jezelf en op de hele kudde over de welke u de heilige geest tot opzien is gesteld heeft. Om de gemeente gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dus je moet waken hè, over de kudde ouderlingen in de gemeente. Want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen van buitenaf en de kunnen niet zullen sparen de gemeente en uit u zelf dus ook uit de gemeente zelf en dan zien we het 2 Timoteüs ook gebeuren zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich dus om die zich achter zich te trekken af te trekken achter zich dus met een andere leer bijvoorbeeld opstaan is reeds geschied of wij moeten door de grote verdrukking heen. Ik noem maar wat. Of je moet met water gedopen. Eh, gedopen want handelingen met pinksen zeggen dat tenslotte ook. Je moet daar gedoopt worden. En dan ontvang je de Heilige Geest. Kijk, en dan ga je de mensen aftrekken achter zich. En dan ga je ze naar een andere leer. Een andere Evangelië. Een andere Jezus brengen. Die Paulus niet verkondigd heeft. En dan ben je dus een afwenden van Paulus. Dan ben je, net zoals diegenen die in Azië zijn. Dat je je eh, gaat afwenden van Paulus. Want je gaat achter die. Die andere leraren die dat soort dingen zeggen. En daarom moeten ze in de gemeente waken. En die ouderlingen die zijn hier gewaarschuwd van Efeze. Maar Timootjes, je ziet het, de ouderlingen hebben op een of andere manier hun werk toch niet goed gedaan. Misschien heeft Timotheus ook wel is hij, uh, heeft hij goed opgelet. En daarom moet Paulus deze brief schrijven. Maar oké, okay, het is nu eenmaal een feit. Ja. Het gebeurt. Het is gebeurd. Ze zijn in Azië allemaal afgewend, waaronder ook in Efeze. En Paulus schrijft in Timootjes: Kom op, Timootjes, kom op. Snijd het woordenwaard recht. Er zijn ook hier aanwezig. Maar degenen die er dan zijn, die, hebben, die dus zich hebben laten aftrekken. Het kan zijn. Je kan ze nog steeds. Diegenen die daar tegenin gaan in de gemeente. Dus je moet ze waarschuwen. Nog een keer waarschuwen. Je gaat het. Kijk in vers 24. Eh, niet twist. Maar vriendelijk tegen allemaal. Maar te leren. En de kwade kan verdragen. Ja, je kan tegenstand krijgen door andere leerlingen. Dat kan. Dat ze andere dingen gaan vertellen. Maar. Verdragen zeker. Ja. Niet gelijk. Uh, dit en dat. Maar ga dan met zachtmoedigheid. Met uh, uh, Kwade verdragen, dat is degene die dus uh, uh, van Paulus afwijken. Zet gezagmoedigheid, onderwijzende, degene die tegenstaan. Zie je het? Die tegenstaan. Wat tegenstaan? Die de gezonde leer, de gezonde waarheid tegenstaan. Maar let op, ze staan ook zichzelf tegen. Dat klinkt een beetje raar, maar dat tegenstaan heeft hier, uh, ja, dat is natuurlijk als je. De waarheid weerstaat... van de Apostel Paulus, die hij heeft opgeschreven. Maar dan heb je het misschien niet in de gaten, maar dan sta je ook jezelf tegen. En waarom zeg ik dat? Um, omdat als jij leert wat de gezonde leert van de Apostel Paulus, die zegt, "Gij zijt in hem volmaakt bijvoorbeeld. Ja, en al je zonden zijn vergeven. Dat zijn hele belangrijke waarheden. Ik ben verzekerd met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En, en hoe ga ik nou uh, weten hoe God over mij denkt, hoe hij naar mij ziet? Ik heb een beeld van mijzelf als ik in de spiegel kijk. En ik, ik kijk naar mezelf, dan weet ik, ja, uh, er is niet veel goeds aan mij. Ja, dat is die zondige oude mens, die, die is gewoon door en door slecht. Maar ik ben nu uh, gered, maar ja, hoe, hoe ziet God mij nu? Uh, als, ik was, als ik zondig, uh, moet ik dan vergeving vragen, ga ik dan verloren? Al dat soort dingen. Of wordt hij dan boos op mij? Of is zijn liefde dan weer eventjes naar beneden bekoeld? En moet ik dan weer mijn wees doen om dan weer geaccepteerd te worden? Maar wacht eventjes. 2 Korinther, 1 Korinther 13, dat is het dan juist. Vers 12 zegt Paulus, want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Het is allemaal niet helemaal duidelijk. Maar als dan, dus dat wil zeggen, als alle brieven van apostel Paulus dus geschreven zijn... dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht ik kijk in de Bijbel en ik zie in een spiegel en ik zie dan de Heer Jezus Christus natuurlijk, maar het woord is een spiegel, want als je in een spiegel kijkt, dan zie ik mezelf. Maar nu ga ik zelf kijken in de spiegel van uh, het rechtgesneden woord en waarde in de brief van apostel Paulus en dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. Dus dan ga ik mijzelf nu ook kennen zoals God mij in Christus kent. Dat is mijn nieuwe identiteit. Kijk, en dat is het. Dus, euh, nou ja, dat is mijn identiteit. Dat is, als je in Paulus kijkt, dat is alleen maar positief. Het is gewoon geweldig. Behalve als je over de zondige natuur spreekt, dan is het negatief. Maar God ziet mij nu in de nieuwe mens. En dat is het geweldige nieuws. En dat, dat, dat ga je verliezen als je van Paulus af gaat wenden. Want dan kom je weer onder de prediking van de wet. En dan, dan kom je dus altijd tekort. Dan moet je nog dit doen, je moet nog dat doen. Je moet je best doen. Want hij gaat je dan anders misschien niet accepteren. En al dat soort dingen. Maar wacht even. Mijn, ik ben toch vermaakt in Christus. Ja. Dus ik ga dan. Ja, ik ga dan als ik naar een andere evangelie kijk. Dan ga ik dus dat vermengen. En dan heb ik niet meer dat 100% dat beeld zoals God mij werkelijk nu ziet. En dan ga ik dingen over mezelf denken. Die niet kloppen. Dus dan ben ik eigenlijk. Uh, mijn denken wordt dan veranderd. Ja? Dan wend ik mij dus in mijn denken van mijn positie af, die God mij gegeven heeft. Dan kom ik altijd weer tekort. En dat is het hele punt. En dat is dus in mijn denken gebeurt dat. Dus, als ik, nou, dus met andere woorden, het, heeft, het is negatief ook naar mezelf toe. En ik vind het ook wel mooi de kanttekening zeggen bijvoorbeeld: um, die tegenstaan, dan zeggen ze die van een tegenstrijdig gevoel zijn. Dus die, die, die zijn van een gevoel wat in tegenstrijd is met wat zij eigenlijk zijn. Van een tegenstrijdig gevoel. Dus het is, je komt in de tegenstrijdigheid uit. Dus let op hè, en daarom, Paulus zegt ook tegen die gelaatseers, Christus is jullie voor de ogen geschilderd ja, hoe kan je daar nou van afwijken? Gelaten 3 vers 3, gelaten 3 vers 3, kijk ook gij o, uitzinnige gelaten, uitzinnig, dat betekent dat Satan heeft hun zinnen reeds verdorven. Hoe komt dat? En waar gaat het gelaten over? Dat zijn gelovigen, genadegelovigen, die zijn afgeweken naar de wet. En wat zie je? Paulus noemt ze uitzinnig. Satan heeft hun zinnen verdorven. 2 Korintiërs 11, vers 3. Wie heeft u betoverd? Zie je? Dan word je betoverd door, ja, door een mooi verhaal, door de prachtige verhalen uit de Evangelie. Maar dat is wel... Christus was ook onder de wet. Maar ze hebben zich laten betoveren. Ze hebben hun zinnen zijn verdorven. Uitzinnig geworden. Ze zijn buiten hun zinnen. Ze zijn bedorven door Satan. Kijk, Christus was voor de ogen tevoren geschilderd. onder u gekruisigd zijn. Zo is Paulus naar ons toegekomen. En dan vers 3. Zijt gij zo uitzinnig. daar gij met de geest begonnen zijt. voleindigt gij nu met het vlees. Ja, inderdaad. met de genadeboodschap onder Paulus. begin je met de geest. En als je daarin blijft, dan blijft het ook zo. Maar als je naar de wet gaat, dan eindig je met de geest. want de wet werkt niet. In de inwendige mens, in de nieuwe mens, maar die werkt in je oude mens. En dat is vleeselijk. Dan gaat je oude mens die gaat groeien en die wordt sterker. En dat is absoluut niet wie jij bent. Ja, vandaar. Dus ja, um, dus het is het tegenovergestelde van de genadeleerders als je van Paulus gaat afwijken. Colossens 2, 10, gij zijt volmaakt in hem. En dat is Paulus die dat aan ons leert. En dan ga je in Colossense lezen... wat Christus al aan het kruis gedaan heeft voor ons. De wet aan het kruis geslagen. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben uh, in zijn dood gedoopt, ja. Ik ben besneden in hem, geestelijk allemaal. Zonder handen. En de Satan is verslagen. En dat laatste... de Satan is verslagen. En dat is de verkondiging van het genade-evangelie. En als je dan gaat afwijken... dan zegt Paulus ook in gelaten... ja, wacht even... dan is Christus te vergeven gestorven. Het kruis, daar draait het om. Dat is de prediking. Hij heeft alles gedaan, hij heeft alles verbracht. Ik hoef niks meer te doen. Hij heeft mij helemaal, um, hij ziet mij helemaal in zijn rechtvaardige, geliefde zoon. Altijd, er komt nooit verandering in. Dat weet ik, omdat het woord dat zegt. En als je dan naar een ander andere, uh, evangelie gaat, dan gaat jouw denken daarmee in overeenstemming. En dan ga je dus, ja, dan kom je dus in de strik van de Satan. Precies, dat wilde hij ook. Dus ja, uh, vers 25, 2 Timotheus 2 vers 25... Dus uh, tegen de uh, zachtmoedigheid onderwijs niet tegenstaan. Of God hun te enig tijd bekering gaven tot erkentenis van de waarheid. Dat wil zeggen, dus God hun bekering zal geven. Hoe gaat het dan? Nou, dat je weer je denken, kijk, als iemand zich dus in die strik zit en hij luistert naar de, 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 de oudsten in de gemeente of anderen die hem daar met de, met de Bijbel weer gaan onderwijzen door het recht te snijden. Wacht even, kijk, dit zegt Paulus zo en zo, zo. En zo, zo komt je kennis. Komt die bekering weer, want dan gaat je denken weer, als je daar open voor staat dan, je kan natuurlijk ook helemaal zeggen, ik wil het niet, maar in de gemeente ga je natuurlijk wel mensen daarin onderwijzen met zachtmoedigheid. Maar goed, na één keer, na twee keer, als ze niet willen, zegt Paulus, uh, verwerp een kettersmens naar een, een tweede of een derde vermaning. En dan moet hij, ja, als hij niet wil, dan moet hij de gemeente uit, want dan mag hij maar ergens anders uh, naartoe waar ze dat allemaal leren, zoals jij dan denkt, maar hier bewaken we deze leer. Dus. Dus als je niet uit strik wil komen, ja, dan, dan is het niet anders. Maar het kan dus wel. God geeft hem dus, niet op een miraculeuze wijze. Maar met het woord rechtgesneden aan die persoon te leren, dat hij dat weer gaat zien. En dat hij dan erkent. Ja, ik moet weer terug naar de apostel Paulus. Ja, terug van mijn afwending. En dan kom ik dus uit die strik. Ja, ja terug van de afwending. Want kijk, Gods wil is dat alle mensen. Zalig worden. Ja, nou, dat zijn de mensen. Hier hebben we het over geredde mensen. Die zijn, die zijn gered. Dus hè? Bij, bij Paulus hebben we het gehoord. En dan staat daar. Hij wil ook dat alle mensen. En tot erkentenis van de waarheid komen. Eentje woon 7, 4, daar staat het. Hij wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Hier zie je, kijk. Dat hij ze weer bekering gaf tot erkentenis, de waarheid en wederom ontwaken mochten. Dus zodat ze weer daaruit wakker worden, want ze zijn in feite, ze hebben zich in slaap laten wiegen. Ja? Ze zijn niet waakzaam geweest. En de vijand, Satan, slaat toe als je slaapt. Hij probeert de mensen in slaap te krijgen. Mensen kunnen dat heel goed zelf doen trouwens, hoor. door gewoon de Bijbel niet te lezen, gewoon even naar een preek te luisteren. En verles ga je helemaal in gang. En, en je luistert dus hier een beetje daar. Je wordt nieuwsgierig even naar die luisteren. Die, of, of je doet helemaal niks. En dan, 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 ja, dan je moet je de wapenrusting dragen. Daar komen ze zo meteen op. En dat moet je dagelijks gewoon doen. En dan ben je, dan word je, ook, dan ben je ook gesterkt. Ja? Maar hier zitten ze in de strik. En dat komt omdat ze, ze, zijn, ze zijn in slaap gevallen. Dus als jij eh, bekeert tot erkentenis van de waarheid. Terug naar Paulus gaat. Dan kom je uit die strik. Ja? Dan door het rechtsnijden, je denken te laten vernieuwen. Ja? En dan laat je je gedachten waar daardoor zuiveren. En kom je uit die strik. Ja? In Psalm 114, vers 7 staat ook: De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Zie je? De strik moet gebroken worden en dan zijn wij ontkomen. Ik moet even wat, even wat zeggen, zacht doen, want ik hoorde constant geluidjes van een app. En uh, nou, dat wil ik, dat stoort natuurlijk. Dus even mijn geluid zachter zetten. Zo, huppeke. Um, ja, we gaan verder. En als je over die strik denkt, ja, wat is nou een strik? Hè? Een strik, dat houdt, als je over nadenkt, wat is nou precies een strik? Nou, dan zit je natuurlijk gevangen. En je hebt, Satan heeft ook een strik. Maar als jij weet dat het van Satan is, laat je je dan in die strik leiden. Dan zeg je natuurlijk nee, dat wil je niet. Zo is ook een strik dat heeft iets onverwachts in zich. Ja? Eh, omdat vogels en dieren die worden gevangen, eerst er erg in hebben. Ik zei het op de conferentie gisteren ook: Ja, wat denk je? Als een, als een, een, een paling wist, als hij in die fuik zwemt dat hij er niet meer uitkomt, denk je dat hij erin zou zwemmen? Nee, dat is met alle strikken zo. Ja? Vogelstrikken, ze gaan er onder... Ik heb ook vroeger trouwens met de vogelstrik gewerkt. Dat wil zeggen, mijn vader was bak en die had zo'n hele grote zeef. Uh, en toen had ik die op een stokje gezet met een touwtje eraan en allemaal broodkruimels onder die zeef, en dan kwamen die vogels zo pik 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 pik, ja, langzaam en steeds meer naar die zeef toe, die stond op een kant zo, en op een gegeven moment zat er een onder en dan trok ik het, uh, het, het, het houtje weg zo, bam ja? Maar als je had geweten dat ik dat zou doen, had hij er nooit in gegaan, natuurlijk. En zo, hij tuint er eigenlijk met open ogen in. Wij zeggen dat van mensen ook wel eens. Nou, hij tuinde er met open ogen in. Als hij wist dat het fout was, had hij dat nooit gedaan. Maar dat is gewoon argeloosheid, naïviteit, noem het allemaal maar op. Bij de gelovigen is het gewoon slapende gelovigen. Ze tuinen er met open ogen gewoon in. Ja? Je denkt namelijk dat het de waarheid is, maar je bent dan in feite gewoon. Uh, blind, wel met open ogen, maar niet bewust van het gevaar. Je bent niet waakzaam geweest. Kijk, met het licht, ja. Je, je bent gewoon verblind door Satan. En hoe voorkom je dit? Ja, verblinden door Satan, hoe kan dat? Verblinden? Nou, dat doet hij met het woord van God. Uh, kijk in 1 Corinthians 10, vers 12. Daar zegt Paulus: Zo dan, wie meent te staan, zie toe dat hij niet. Vallen. Dus wie meent te staan? Hè? Dus let op wij allemaal, denk erom dat je, dat je niet hoogmoedig wordt. En dat waren die Corinthiërs, dus zij zijn ook daarom gevallen. Wie meent te staan? Denk erom, je staat door het geloof. 1 1, 2 Corinth 1, vers 27. Wij staan door het geloof, door de gezonde leer van Apostel Paulus. Alleen dat, daar sta je. En, en, maar dat is, daar is geen plek van hoogmoedigheid voor, hoor. Want hoogmoed. Hoogmoed gaat vooraf aan de val. Dus dat is gewoon een garantie voor vallen. Dat heb ik in mijn carrière... als met onze plaatselijke gemeente... In, in, in al die jaren heb ik dat ook meermalen meegemaakt. Dat opgemaakt door kennis en uh, dat mensen gewoon uh, gevallen zijn en uh, dingen gingen geloven die gewoon niet meer klopten in Amerika heb ik ook, weet ik gewoon, genade Pastors ken ik, ook persoonlijk uh, ken ik ze, die, uh, die nu alverzoening verkondigen of die afgeweken zijn naar de, naar de baptisten, uh, die, dat gebeurt gewoon van je eerste dag van Hé, dat, dat gaat nooit gebeuren maar het is wel gebeurd hè van iedereen kan het gebeuren, misschien heb je ook allemaal helden van genade predikers. maar denk top. op Iedereen kan vallen, ook zij en jij ook en ik ook. Dus, dus daarom die waarschuwingen. He, dat staat ook in vers 6 over Israël en al die dingen. Je moet het zelf maar lezen. Maar in vers 6, die zijn allemaal geschiet geschied tot voorbeelden... op dat wij geen lust tot dat kwaad zouden hebben. Dit gaat over zondige dingen, dat je geen lust daartoe hebt. Maar ook met de afgoderijen, dat gebeurde ook. En als je van de Paulus afwijkt, is in feite ook afgoderij. Want dan ga je dus eigenlijk naar iets... Wat God wel heeft in de Bijbel opgeschreven. Maar waarvan hij nu zegt. Dat is niet voor jou, Jan. Je moet bij de Apostel blijven. Paulus blijven. En als je afwijkt. Dat wil Satan. En dan is het van God af. Snap je? En je ziet het ook in vers 11. Deze dingen zijn allen. Hun lieden allen overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Het is voor ons om te waarschuwen. Zie je het? En daarom let op. Dat je niet valt. En dus daarom die waarschuwingen Dus kijk in vers 13, dit gebeurt natuurlijk we zitten daar volop, hebben daarmee te maken jullie heeft geen verzoeking bevangen Satan probeert natuurlijk de mensen te verzoeken en we hebben ons zondige vlees wat, wat graag zich door de wereld laat uh, verzoeken ja. maar het zijn menselijke verzoekingen want we kunnen nooit zeggen dat Satan heeft me laten doen want jij bent verantwoordelijk en jij laat dat toe, jij gaat erop in Kijk, want God zal ons nooit verzoeken tot het kwade, zegt Jacobus. Kijk, welke u niet zal laten verzocht worden, bovendien gij vermoogt. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mijn kracht geeft. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven op dat gij ze kunt verdragen. Dus de verzoeking, hij geeft ook de uitkomst. De manier om eruit te komen. Ja? En dat is met het woord van God natuurlijk. Let op, zorg dat je niet denkt dat je door eigen kracht staat denk niet dat je het allemaal maar zo goed weet, want hoogmoed komt nog eenmaal, gaat vooraf aan de val. Kijk, dit soort dingen, die verzoekingen, die gebeuren. En de voorkoming daarvan, ja, dat je daarin zal terechtkomen, is ook omdat die, die verzoekingen, die zijn er, ons vlees en Satan met al die leerlingen, eh, leerlingen der duivelen, zegt Paulus ook ergens. Ja, bewaak je denken en dus. Doe de wapenrusting aan. Efeze 6. Efeze 6. En zo voorkom je dat. Met de wapenrusting. Voorkom dat je ook valt en in dat denken terechtkomt. Ja? Ephesus 6. Vers 10. Voorts mijn broeders wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijn de macht. Doe aan, de hele wapenrusting, God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Kijk, als je de wapenrusting aandoet van God dan kan je staan... kijk... dan zou je niet vallen... tegen de listige aan, uh, omleidingen. Ja, op dat ga je kunnen staan. Vers 13. Neemt aan de hele wapen, de hele wapenrusting. Niet eentje of twee. Een soldaat, stel je voor. De Romeinse soldaat. En hij is wel soldaat, maar hij neemt zijn zwaard bijvoorbeeld niet mee. Dan, dan, heb, dan heb je niks. Je hebt het allemaal nodig. Het schild heb je nodig. Je hebt het allemaal nodig. En kijk, opdat je kunt wederstaan in de boze dag. Opdat kun je kunt weer staan in de boze dag. En dat is nu. De wereld ligt in de boze. En alles verricht staande blijven. Zie toe dat je niet vallen. Indien iemand meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Daar heb je die wapenrusting voor nodig. Want in vers 11, Satan heeft listige omleidingen. En die omleidingen die zijn van hem. Wij zijn op deze manier, word je bewapend. En tuurlijk, omleidingen van de duivel, Satan denkt, uh, je kent wel, er zijn omleidingen in de wegen. Ik heb het gisteren natuurlijk ook verteld, ja. En er was toevallig gisteren met de conferentie een heleboel mensen waren te laat omdat de, A, uh, de A9 was afgesloten. Een groot probleem, daardoor kwamen een aantal uh, te laat. Maar de mensen werden dus omgeleid. De vrouw van een broeder van ons, die, uh, die zou uh, een, 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 zijn dochter opkomen aan, want er was iets waar ze heen moest. En, en, en die zat helemaal klem op de A10, omdat de A9 die was omgeleid. Dus, dus de, die was afgesloten. Dus de mensen werden dan via de A10 omgeleid. Ja, dus daar zijn dan klem. Maar uiteindelijk. Kom je toch op de weg uit, als dat eenmaal opgelost is, op die weg? Het is een omleiding, maar je komt wel weer op je bestemming. Nou, bij Satan, die, die leert ook, ja, omleidingen, er zijn eh, omleidingen. Ik, dat, hij, met andere woorden, er zijn meerdere wegen tot God. Dus hij, hij leert ze via het Koninkrijkse Evangelie. Of je doet de hele Bijbel doe je op één hoop. Je gaat het niet meer apart verdelen. Eh, de moslims zeggen bijvoorbeeld ook. Ja, wij geloven in dezelfde God. Er zijn heel veel mensen. Er zijn ook evangelische grote evangelisten, ook in Nederland, een tijdje in het geleden in het nieuws, die een boek geschreven heeft. En die zegt: Ja, denk je, alle mensen zijn uiteindelijk toch kinderen God, alleen ze weten het niet allemaal. Dat is een evangelist, die altijd heeft verkondigd dat Christus hier voor zon is opgestaan. En nu verkondigt hij dat. Dat is wel ongelooflijk? Dat is een, een listige omleiding. Uiteindelijk zie je, we komen er allemaal wel door. Ook al heb je er nooit van gehoord, of, of ook al geloof je het niet, een moslim, een jood, eh, je komt er gewoon wel. Hè? Uiteindelijk, ze weten het niet allemaal. Maar goed, de Joden, eh, ik zei het gisteren ook, er was een demonstratie eh, in verband met Gaza natuurlijk, met eh, christen van Israël volgens mij, of in ieder geval eh, christenen met, met eh, Joden, met eh, Robijnen en Joden. En eh, dan gingen ze ook liedjes zingen op Psalmen, want ja, we geloven in dezelfde God. En nou ja. Dat, dat is, ja, in feite is dat zo maar als een jood dus nog steeds afwijst dat Jezus Christus de verlosser is en ook dat hij toen de Messias voor Israël was en ook zak zal zijn ja dan geloof je niet in dezelfde God hoor ja? want dan, uh, dat, dat zijn die Farizeeën die, uh, die ook zeiden ja wij zijn kinderen van Abraham, we uh, Abraham is onze vader, God is onze vader maar ze hadden een relief als een dekmantel Zoals sommige mensen ook zeggen: Ja, um, je, je moet je gegeven worden. Ik mag het niet aannemen. Dat is ook een dekmantel hè? om het niet aan te willen nemen. Kan ook nog. In je hoogmoed. Ja, om te erkennen dat je een zonde bent. Maar je wil God gewoon niet. En dan heb je geen. Ja, ik, ik moet me gegeven worden. Dus ik heb geen verantwoordelijkheid. Hoor. Ik kan er niks aan doen. En, en de heer Jezus zegt dat tegen de Joden uh, in Johannes 44. Uh, Satan is jullie vader. Snap je? Geestelijk jullie vader. Maar God moet je vader zijn. En dan geloven wij in dezelfde God. Dus even dat is uh, terzijde. Maar goed, um, dus je hebt hier de Satan, in vers 12. Wij hebben de strijd niet tegen uh, vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld. Tegen uh, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Wat voor beeld hebben de mensen nu bij Satan? Je hoort vaak de tekst noemen natuurlijk Satan gaat rond als een briesende leeuw, als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar zo verschijnt hij nu niet. Satan verschijnt als een engel des Lichts, 2 Korinther 11. 2 Korinther 11. Kijk, Satan gaat rond als een briesende leeuw, die verslindt letterlijk. Een leeuw verslindt letterlijk. Ik ga niet graag op een leeuw af, hoor. Nee, wat doe je? Daar ga je? Dat is afschrikwekkend. Als hij zo brult uh, en ik zou hem tegenkomen, ik, moet, ik, zou niet, ik, weet, ik zou niet weten hoe hard ik weg moet lopen. Dat heb ik soms met sommige honden als dat je denkt: als hij zou gaan grommen naar me nou, en zijn tanden laat zien, nou, dan, ben ik, uh, dan ben ik geen held hoor. Dat is afschrikwekkend. En wat doe je dan? Dan vlug je. Je durft hem niet te weerstaan. En briesende leeuw, een brullende leeuw. Dat schrijft Petrus over Satan. Straks in de grote druk als hij op aarde is geworpen. En dan gaat hij zeker over rond als een brullende leeuw. En verslind is dan letterlijk 666. Dan word je gedood. Maar zo is het nu niet. Satan verschijnt nu als een engel des lichts. 2 Corinthië 11, vers 14. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. En kijk, licht. Ja, dat is. Niet afschrikwekkend. Dat is juist aantrekkelijk. Dat is de gelaten. Ze hebben zich laten betoveren door dat licht. De zinnen laten verderven door Satan. En Satan doet dat met het licht. Licht is aantrekkelijk, duisternis niet. Licht. Het licht van het woord van God. Het engel des lichts. En daarop licht ga je af. Als het donker is en je ziet het licht, dan ga je daar toch op af. Ja, dat doe je. En dat is dus wat hij nu doet. 2 Korinthe 11, vers 15. Zo is het dan niets groots indien ook zijn dienaars zich veranderen. Als ware als waar zijn dienaars der gerechtigheid. Dat zijn de predikers, leerlingen van duivelen, verleidende geesten. Eentje motie 3, vers 1. Eentje motie 4, vers 1. Dat zijn de predikers achter de preekstoel. Ja. Die veranderen zich als, als ware zijn dienaars der gerechtigheid. Ja. Want wat doen zij? Wat is de gerechtigheid? Dat zijn de predikers. Ze hebben zich afgewend. of ze, ze zijn in ieder geval niet met Paulus bezig. Maar die prediken de evangelie. En dat is per definitie de wet. Want Christus was onder de wet. En hij deed de wet. En die was volmaakt. En Paulus zegt, de wet is heilig en vaardig en goed. Dus als je de wet predikt, of de Heer Jezus predikt... dan ben je een prediker van de gerechtigheid. Maar is niet voor ons voor vandaag. Want dat is precies wat Satan wil. Want de predikers en gerechtigheid, die zeggen: je moet de dingen van de wet doen. Ja? En dan zie je weer, dan sta je zelf tegen. Want ik moet de dingen van de wet niet doen. Ik ga nu de dingen doen niet omdat ik dan onder de wet ben dat God mij gaat straffen. Ik doe het nu uit liefde, omdat hij. Mij dat allemaal al gegeven heeft. Ik ga hem nu dienen met vrijwilligheid. Ik wil uh, niet meer liegen. Ik wil niet meer bedriegen. Ik wil geen overspel plegen. Ik wil uh, al dat soort dingen die de wet uh, verbiedt, wat je wel en niet mag doen. Dat doe ik niet meer omdat anders. Ik doe het nu omdat, omdat hij van me houdt en mij al mijn zonden vergeven heeft. Dan wil ik niets liever dan ook voor hem te leven in gerechtigheid. En dat is nu een dienaar der gerechtigheid. Als je geen dienst krijgt meer van de zonde, maar van de gerechtigheid. En dat is als je de apostel Paulus volgt. En zo zie je maar, het lijkt aantrekkelijk. Ja, en dan denk je dus te staan. Ja, het zijn die naar de gerechtigheid. Het is toch het woord van God? Heilig de Vader, goed ja. En toch is het vals. En dat is wat Satan je heen wil hebben. Je lijkt te staan, maar je bent afgewend van Paulus. Dus ja. Dus het zijn boosheden in de lucht. En Paulus zegt dan. En dat heeft alles te maken met de bedeling der genade waarin we leven. Met God heeft dus een plan in de hemel en op de aarde. En wat Paulus nu doet aan ons verkondigen, dat is het plan wat God aan het uitvoeren is. Voor in de hemel wat Satan is. Wij zijn zijn grootste vijand. Met dit evangelie van Gods genade maken wij ook bekend de totale nederlaag. Hij is compleet ontwapend. Hij is een tandenloze tijger. En we hoeven niet bang voor hem te zijn, want wij zijn boven hem gesteld. Efees 1 vers 22. Um, 1 vers. Ja, hij heeft alle dingen aan de voet van Christus onderworpen en heeft een gemeente gegeven tot het hoofd boven alle dingen. Vers 21, 20. Christus is gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genaamd wordt. En wij zijn, hij is het hoofd van ons en de gemeente is ook gezet boven Satan en die machten. Dus wij hoeven helemaal niet bang te zijn. Nou, en dat is wat wij nu verkondigen, ja? deze boodschap. He? Dus Efees 3 vers 9, 8, waarvan ik het dienaar ben van het evangelie... ...wat Paulus heeft ontvangen de Heer Jezus... ...naar de gave der genade gods die mij gegeven is naar de werking zijn van de kracht... ...mij de allerminst van al de heiligen is deze genade gegeven... ...om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen... ...de onafspullijke rijkdom van Christus. Dat is wat hij verkondigt. In de profetie kon je alles over Christus vinden. Paulus, de heer Jezus legt het ook aan en uit in de evangelie. Maar in de de genade is het iets wat onaspuurlijk is. Dat is alleen aan apostel Paulus verkondigd. En daar moet je niet van afwijken. En kijk, en dan zie je ook... Investeer, omdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de de macht in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Dus wij maken nu aan de de macht, ook de engelen van God hoor, die, de uitverkoren engelen die hier ook nog niks van wisten, maar ook vooral aan die gevallen engelen en Satan, ja, maken we de veelvuldige wijsheid Gods. Ja. En dat, daar houden ze niet van. Elke keer verkondigen wij de gekruisigde Christus, de opgestane Christus, de overwinnaar over alles en iedereen, die gezet is boven Satan. En wij met hem. En wij, en Paulus leert ons ook dat wij gaan die positie die hij daar nu bekleedt in de tweede hemel. Hè, de derde hemel, daar woont God in zijn, met de troon. Hij gaat eenmaal op aarde regeren, hij komt naar beneden. Maar dan eenmaal zal hij eerst de tweede hemel helemaal reinigen. Michael en zijn engelen zullen hem uit de tweede hemel werpen. En dan zullen wij daar met Christus. We zullen daar gaan regeren. En Christus dan, dat is het commandocentrum. De aarde, vanuit de aarde wordt de hele wereld bestuurd. Christus op de aarde met Israël over de heidenen en de wereld. En Christus met ons. Hij zit dan op aarde. maar hij zal regeren. Wij met hem daar in de Tweede Hemel over de engelen. Geweldige positie. Maar dat betekent wel dat Satan dus daaruit geworden wordt. En hij wil niet dat wij die nederlaag natuurlijk bekendmaken. Want hij heeft Christus gekruisigd. En hij wist dit niet, anders had hij nooit gekruisigd. Dus je maakt hem ook elke keer belachelijk als je dit verkondigt. En je bent een volgeling van Satan als je van de apostel Paulus afvalt, uh, afwijkt en dat je dit niet verkondigt. Of dat je totale onwetendheid bent, verblind bent. En dat is wat hij wil. Zodat dit evangelie verder ook dus niet meer verkondigd gaat worden. En dan is de gelovige, is dan, die, is dan die tandenloze tegenstander van Satan. Ze denken hem te bestrijden. Maar daar lacht hij om, want hij heb je in je strik. Terwijl dus als je met deze boodschap verkondert, Ja, dan is hij tandenloos. Want wij maken de overwinning bekend. Dus ja, terug naar uh, wapenrusting. Efeze 6. vers. Uh, je moet dus... Uh, dan gaan we nu... Uh uh, dus in vers 13... Uh, opdat jij uh, neemt aan... de hele wapenrusting Gods, God... opdat jij kunt wederstaan. Dus met andere woorden... opdat jij kunt dat je in staat bent. Satan is een grootse vijand. is een, een groot, grote tegenstander. Die kun je nooit verslaan. Echt. Dat zie je als men naar de, dit laat aftrekken van Paulus... dan zitten ze in zijn strik. Je hebt die wapenrusting nodig. De hele wapenrusting. En dan zal hij van je vlieden. De Heer Jezus Christus ook... Die uh, heeft ook Satan overwonnen. Door, in, door naar de valen te blijven luisteren. En met de verzoeking in de woestijn. West ook elke keer met het woord hem te weerstaan. En dan zie je, dan vliet hij ook. En zo kunnen wij hem ook weerstaan. Dat is de enige manier met deze geestelijke waan, dus, ja, Dus um, de boze dag, nou dat is satanisch. En dan blijf je dus staan, bij staan door het geloof. Nou, vers 14, staat dan uw lendenen om God, hebbende met de waarheid. De lendenen, de waarheid is je gordel, elke minuut. Vroeg al een stuk die gewaarde aan, en dan moest je je omgorden. Petrus heeft het ook om, uh, met de over de lendenen omgorden, de lendenen van je verstand. Uh, maar wij moeten ook, uh, kijk, als ik, ik heb ook altijd een riem om, maar als jij natuurlijk, ja, uh, je broek is een beetje te wijd, dan doe je... Een, 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 een riem om, anders kan je lopen. Dan zakt hij af. ja En dan ga je struikelen. Dus ook, ze, je moet omgorden met de, de waarheid... is je riem, waardoor je overal... waar je over gaat en staat. Dan heb je altijd de waarheid bij je. En de waarheid, daar hangt trouwens... die gordel, hangt ook het zwaard aan. Hè? Bij, de, bij de politie of wat dan ook... hebben ze ook een pistool aan die, aan die gordel... aan die riem zitten. En een soldaat heeft een veldfles met water. Maar die waarheid, daar ben je mee omgord. Ja? Elke minuut. Dan kan je namelijk ook gewoon in actie komen. Je kan gewoon lopen. Je bent overal. Heb je die waarheid bij je. En dat is natuurlijk de waarheid. Volgens 2 Timotheus 3 15. Die, die apostel Paulus. Die schrijft voor dat het woord en waard recht moet snijden. Er zijn teksten dat hij spreekt in 1 Timoot 6 5. Mensen die van de waarheid beroofd zijn. Ja. Beroofd. Die hebben die riem niet meer om. Uh, tegen de gelaat zegt hij, jullie zijn betoverd. Ze zijn ongehoorzaam geworden aan de... ...enkentenis van de waarheid. Ze hebben zich laten betoveren. Hè? Van de waarheid zijn... ...afgeweken. Dus ze hebben die riem niet meer. Het is weg. En dan heb je ook dat zwaard niet meer wat eraan... ...vasthangt. Daar komen we zo meteen natuurlijk op. Maar ook gerechtigheid. Ik doe dit niet al te uitgebreid. Vers 14. Uh, en aangedaan hebben naar nee, het borstwapen... ...de gerechtigheid. Zie je? Je moet het uh, doen, hè? Je moet het ongod zijn en aandoen het borst, borst, borstwapen der gerechtigheid. Dat is actie. Borstwapen der gerechtigheid. Satan probeert ons ongerechtig te maken in ons denken. Ja? Want Paulus spreekt in 1, in 1 Corinthians 6 zelf. Wij zijn recht, gerechtvaardigd. Geheiligd. door, In de naam van Jezus Christus. Door de Geest onze God. Dus de, de Heilige Geest hij heeft mij rechtvaardig verklaard. 2 Korinther 5 vers 21... leert heel duidelijk... hem nu... Uh, die geen zonde gekend heeft... want die die geen zonde gekend heeft... Christus... heeft God de Vader tot zonde gemaakt... opdat wij zouden worden... rechtvaardigheid Gods in hem. Dus in Christus... heb ik de rechtvaardigheid van God gekregen. Dus God ziet mij nu... ik, kan, ik hoef mijn ogen niet af te wenden... als, hij mij, als ik voor hem zou staan... Natuurlijk, ik zou gelijk op mijn knieën buigen vol aanbidding. Maar dat is het ontzag wat ik voor hem heb, natuurlijk. Ja? De vreze gods. Ja? Maar ik heb vrijmoedig toegang tot hem. Ik kan nu oog in oog met hem krijgen, omdat mijn schuld is weg. Ik ben gerechtvaardigd en daardoor kan ik hem in de ogen kijken. We weten allemaal: mensen die iets gedaan hebben, die durven jou niet aan te kijken als jij erachter komt. Ja? Dan kijken ze je niet aan, hè? dan kijken ze van je af. Dat heeft met die schuld te maken. En ze zijn niet rechtvaardig. Ze hebben onrechtvaardig gehandeld. Nou, en dat kan jij dus, als je dat, dat, dat uh, boswapen de gerechtigheid niet aandoet. Ja, dan, 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 en je gaat afwijken naar een ander evangelie. dan val je dus in de situatie dat jij denkt: ik moet nog dingen doen, nessen te gelaten. Ja, om uh, gerechtvaardigd te worden door de wet. in mijn, in mijn wandel en in mijn handel. Ik moet weer dingen doen om de liefde van God weer te verdienen, want ik ben gevallen. Of ik moet allerlei dingen doen zodat hij me weer gaat accepteren. Hè? Dat, hij me weer, dat ik weer op 100% zit. Nee, dat zit je altijd. Je ziet dat altijd. Ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. Dus als je, en dan zegt Paulus ook in Romeinen 6 zelf, stel jezelf tot de dienstknecht der gerechtigheid. Want als je dat doet, ja, het op, dan ga je ook in je wandel, dan krijg je ook een rechtvaardige wandel. Want je hebt je geplaatst onder de, het evangelie van Gods genade. Je bent onder de genade en niet meer onder de wet. Want onder de wet gaat je ongerechtigheid toenemen. Daarom blijf dan met dat borstwapen bescherm jezelf daarmee dat je in die gerechtigheid blijft door ook in het evangelie van Gods genade te blijven. Ja? En dan ga je ook natuurlijk, ja natuurlijk, dan ga je ook, uh, dan ga je niet meer volgens de wet niet meer liegen. Want iedereen weet dat je niemand liegen. Maar de wet zegt, niet tegen, uh, de genade zegt, het niet tegen elkaar, Daar jij uitgedaan hebt, de, de, de oude mens met zijn werken. Dan gaat hij naar je identiteit toe. Je bent in Christus 100% volmaakt. Dus ja, die nieuwe mens, die, heb je, die oude mens die is gekruisigd. En daarom ga je toen niet meer liggen, gaat in de nieuwe mens staan. Ja, dat werkt heel anders. En dat is dus uh, rechtvaardig leven, gerechtig leven. Nou, in vers 15. Um, en de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het Evangelie des Vredes. He, bereidheid, dat heeft ook met vrijmoedigheid te maken. Maar je moet de voeten geschoeid hebben. Je moet wel, soldaten hebben een speciaal schoeisel. Je kent het allemaal, ik ben zelf nooit soldaat geweest. Maar de, de kistjes noemden ze dat, speciale schoenen zijn dat. En de Romeinen hadden een soort sandaal. Hè? Hadden, ja, dat is allemaal over nagedacht toen, de tijd en ook nu. En dat is allemaal dus zodat ze klaar zijn en bereid zijn om de strijd aan te gaan. Ik sta klaar op mijn schoenen, mijn schoeisel. En nou ja, dat is de bereidheid, dat wil zeggen tijdig en ontijdig, toch? Koop de tijd uit. En hoe meer je het woord leest en mee bezig bent. Hoe meer vrijmoedigheid je er ook in krijgt. En ook die bereidheid hebt. Dat is natuurlijk evangeliseren. Dat kan op straat. Dat kan ook gewoon, natuurlijk vooral, met mensen om je heen. Ja? Je collega's of vrienden, familie of de buren, weet ik veel. Ja? Dat je die bereidheid hebt. Met even van de vrede. Dat is ook een wapenrusting. Ja? Laat je mond niet snoeren door Satan. Ja? Door de angst om uitgelacht te worden of wat dan ook. Maar dan gaat het er wel om, het evengeven van vrede. En dat is natuurlijk, dat Paulus zegt, wij zijn gezand voor Christus. En alsof God door ons baden, wij bidden u, laat u met God verzoenen. Dus dat is, als je met God laat verzoenen, God reikt de hand naar de mensen uit en ze moeten die aannemen. En dan krijg je vrede, want dan ben je verzoend. En dat is het evangelisch vredes. Niet het evangelie van het koninkrijk. Niet, bekeert u en laat u dopen. Niet de grote opdracht van, gaat heen in de wereld, dopen hen uh, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En leerden wat ik hun heb uh, geboden. Wat die in Matthäus 10 zegt. Dat is Paulus verlaten. Want dat is, ja, wat heeft de Heer Jezus geleerd aan hun? Ja, de wet. Dus, wacht even. En dan moet je laten dopen. nee. Dat, krijg, dat is niet even evangelie... dat dus is vrede in de bedenkende genade. De vrede met God krijg je alleen... door te geloven dat Christus... stierf voor je zonde is opstaan. Laat je met God verzoenen... is door te geloven in de gekruisigde Christus... voor jouw zonde... en die is opgestaan voor jouw rechtvaardigheid. En als je dat gelooft, zegt Romeinen 51. vers 1... wij dan rechtvaardig zijnde uit het geloof... hebben vrede bij God. Vrede met God. Heb je voor altijd... Het is een positie. En dat is het evengeven van de vrede wat wij moeten brengen. Heel simpel. En zo uh, simpel, dat, dat is die eenvoudigheid van Christus. En Satan probeert die zinnen uh, te bederven, waardoor Christen gaan verkondigen: ja, uh, je moet de Heer Jezus uh, in je hart toelaten. Of je moet je bekeren van je zonde en hem tot jouw Heer maken. Dat soort dingen. Dat, staat, dat zijn allemaal dingen die niet kloppen, huh? of volg Jezus. Het enige is Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor de vaardigheid. Punt. En niet ook, ja, en dan laat je je dopen. Dat is niet het evengeven van vrede in, in deze bedenende genade. Dus ook een onderdeel van de wapenrusting, is het juiste Evangelie. Nou, nogmaals, het is de geestelijke wapenrusting om Paulus niet te verlaten en je af te wenden. Nou, vers 16, bovenal aangenomen hebben de, het schild des geloofs, met welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Daar kan je ze al mee uitblussen. Je moet het wel doen, het staat kunnen. Je moet het wel doen, het schild des geloofs. En na mij, eh, dat was gisteren dan, kwamen de kinderen met het liedje, met het schild. Met de hele wapenrusting. Prachtig, prachtig om te zien. En daarom eindigen hier natuurlijk ook met de wapenrusting. Maar eh, het schild des geloofs, het schild van het geloof. Niet dat je blijft geloven. Het geloof, dat je blijft in het geloof. En Satan probeert je met al die vurige pijlen eh, daarvan af te brengen. Vroeger schoot ze natuurlijk die pijlen eh, om jouw huis in brand te, te, te steken. Of jouzelf. En daarom die schilden, die moest je dan tegenhouden. Dat die, op die schilden zat ook volgens mij iets, eh, een soort bekleding, waardoor die pijlen dan ook geblust werden. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat heb ik volgens mij al wel eens gelezen. Maar zodat jij niet in brand komt. Daar gaat het om. Want dan ben je alleen maar bezig om die brandjes te blussen. Dan ben je met jezelf bezig. In plaats krachtig te staan en ze af te weren met het schild van het geloof. Dus overal waar je mee komt, het geloof, de gezonde leer van apostel Paulus. Daar weer sta je, al die vuurige pijlen van Satan. Kijk, van de boze. Toen je de boze weer. Zult kunnen uitblussen. Maar dan blijf je dus ook staan. En je staat niet als je in brand staat. Dat is absoluut niet het geval. Dus het schild is geloof. God is dan ook uh, dat schild. Het woord van God, rechtgesneden, is dan ook het schild. Want in Psalm uh, 33, vers 5, dan zegt hij... Alle reden gods is doorlaat, het is puur. Hij is een schild, degene die op hem vertrouwen. Dus het woord, uh, de reden gods, het woord van God, is puur. En hij is een schild op, voor iedereen die op hem vertrouwt. Dus die op dat woord vertrouwen want daar, dat is de context van dat vers dus het woord is krachtig en dan kom je natuurlijk ook in vers 17 de helm der zaligheid en het zwaardes geest, welke is Gods woord kijk, Satan probeert 1 Thessalonians 3 vers 5 Paulus zegt even, ja, te, dat de verzoeken niet bij jullie gekomen is, of dat mijn arbeid vergeef zou wezen, zie je dat is wat hij wil, hij wil jou van Paulus afwennen 1 Thessalonians 3 vers 5, vanwege de tijd ga ik er niet heen, maar dat wil hij het is des geloofs. Niet in aanschouwen, maar geloof in het geloof. Een schild tegen alles wat daarvan afwijkt, van wat Paulus ons leert. En hij wil dat wij de arbeid die Paulus heeft gedaan, opschrijft... en dat wij die arbeid ook doen. Dat probeert hij te verijdelen, waardoor wij niet meer staan. Nou, de helm, vers 17 is de zaligheid, is ons denken. blijft erin. Colossians 1 vers 23, vers 23 zegt uh, indien gij maar blijft in dat geloof. Je moet er wel in blijven. Als geloof je te vergeest, laat je denken. De helm van de redding, je redding is, dat moet je beschermen. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Wie kan we schuldingen uitbrengen tegen de verkoren? Uitverkoren? Niemand. God is, hier, hier is die ons doet. God is die ons rechtvaardigt. Wij zijn en blijven kinderen van God. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Niets en niemand. Mijn positie is onaantastbaar. En bescherm dat denken van die redding. Ja? Je bent voor eeuwig een kind van God. En niets en niemand, ook jijzelf, kan het ongedaan worden. Maker, bedenk dus dat denken met die helm van de redding. Heel belangrijk. Uh, en dan het zwaard van de geest. Neemt uh, het zwaard van de geest uit welke schotsoort... Nou, dat is dus altijd je wapen paraat hebben. Ja, gisteren zei ik dus ook in, uh, met de conferentie... ...de uh, special forces. Je hebt daar van die programma's van. Dat vind ik leuk om te zien altijd. Maar het allerbelangrijkste wat ze leren in het begin... En ...als word je echt zwaar gestraft... ...dat je altijd je wapen bij je hebt. Altijd. Als je even wegloopt om Je te verkleden of even iets pakken, misschien 20 meter verderop. Al is het 10, al is het 5 meter verderop, dat wapen heb je altijd bij je. Want als de vijand komt of was, dan sta jij zonder wapen en dan ben je, word je neergeschoten. Terwijl als jij even wegloopt, je hebt hem bij je en je ziet hem, dan kan je gelijk schieten. Bij hun is dat hier, is het het zwaar. Maar als je vijf meter verderop loopt en de vijand komt en je hoort hem, dan sta je ook oh, terug naar mijn wapen lopen, dan heeft hij je al neergeschoten. En met de soldaat met, de, met de, dat zwaard, natuurlijk ook. Je moet dat altijd bij je hebben. Dat zijn de woorden, het zwaard van de geest. De Bijbel zijn de woorden van de Heilige Geest. En dat is het gebruik daarvan. En Satan, die zal van je vrienden als je dat gebruikt. En dat is het woord van God helemaal. Dat is het woord worden, het rechtsnijden natuurlijk, zeker. Het is ook door de Heilige Geest geschreven, het woord van God. En daar noemt hij het, het zwaard van de geest. Daar kan ik mij verdedigen en daar kan ik hem zelfs mee um, neersteken, bewijzen spreken. Ja, de Heer Jezus die uh, heeft de, die verzoeking in de woestijn weerstaan. En zie op een gegeven moment Satan die verliet hem. En na nou, drie keer dat Christus hem met het woord, met het zwaard van de geest, had weerstaan. staan... Dus ja, afsluitend, zo voorkom je dus eigenlijk dat hij je gedachten gaat beïnvloeden en dat je in die strik komt. En dan word je onbruikbaar voor het genade-evangelie, wat Paulus nu wil, ik zeg het niet goed, wat God nu wil, dat nu verkondigd wordt. Dus afsluitend, als u in de strik zit, heeft u het nooit in de gaten gehad. Maar als u dit nu hoort, en u, 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 God wil dat u tot erkenning van de waarheid komt, herken dan ook, dan kom je vrij uit de strik. Paulus zegt in Colossiëns 1, vers 6 ook dat uh, ze hebben die waarheid leren kennen. Ze hebben de waarheid, de, de genade in waarheid bekend. Dat moet je doen. En dat is tot erkentenis komen. Dat, dat geeft jou bekering. Dat moet je erkennen. En dan kom je weer terug bij Paulus. Dus misschien zat u in de strik altijd al. Kom uit die strik als u onder een andere evangelie zit. En. Uh, Bent u als een genadegelovig in de strik gekomen, dan kunt u zich bekeren en dan komt u weer uit die strik, ja? En dan, je, uh, dan ben je niet meer onder het juk van de dienstbereid. Staat in de vrijheid waarmee de Christus jullie de vrijgemaakt heeft. En laat u niet wederom met het juk der dienstbereid bevangen. Gelaten 5 is één. Let op, hè. Het juk der dienstbereid, dat is een juk. Dan zit je in die strik. Dus ja. Later twee, er waren dienaren. Er waren valse eh, broeders. Die met in handelingen 15 kwamen bespieden. De vrijheid. Die de genadegelovigen... De Paulinische gelovigen. Die Paulus en die hem volgden. Eh, Gingen ze bespieden. De vrijheid die zij in Christus hadden. Wij hebben vrijheid in Christus. En laat je dat niet afnemen. Dan kom je in de strik. Dus, en als je niet in de strik zit. Je bent een genadegelovige, Je bent een Paulinische gelovige. Voorkom het en waak. Ja? Rechtslijd het woord en waardrecht. Blijf Paulus als je apostel herkennen. En laat je niet van je zinnen bederven, zodat je afwijkt van de eenvoudigheid. En dan en een andere Jezus gaat geloven die gepredikt wordt. En een ander evangelie, dat je dat gaat volgen. Doe deze wapenrusting aan. En je zal vrij blijven door de waarheid, deze waarheid die al 2000 jaar onder vuur ligt. Amen.